Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Opel dealer Jetten Kuik. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse journaal. Beste lopers uit het land van Kuik. Beste land van Kuikenaar. Alle wandelaars die afkomstig zijn uit het land van Kuik. Iedereen heel veel plezier, succes met de mooiste week van Nijmegen en omstreken. Ik hoop dat het weer mee zit. Niet te warm, niet te koud, niet te veel regen. Heel veel plezier, geniet ervan. En ik zie jullie heel graag terug op vrijdag, op Vierdaagse Vrijdag. Het zij 's morgens vroeg in Kuik of iets later die dag aan het einde van de Via Gladiola. Ik hoop jullie allemaal weer aan de finish aan te treffen op de Via Gladiola. Zodat jullie mij weer een hand kunnen komen geven en ik jullie kan toejuichen. En bedanken weer voor een mooie deelname. Maak er een heel mooi evenement van en een feest van bij jullie. En kom af en toe ook een keer naar Nijmegen toe om te genieten van al het moois wat Nijmegen te bieden heeft in die week. Heel veel succes. Heel veel succes, alle wandelaars uit het land van Kuik. Ook namens Omroep Land van Kuik, veel succes. Tot bij de Nijmeegse Vierdaagse. Jaarlijks heten de gemeente Nijmegen, Stichting Vierdaagse Feesten en Stichting De Vierdaagse alle bezoekers en deelnemers welkom in de stad. Traditiegetrouw wordt dit geopend met Paal in Vlammen. Juist een verklaring binnengekregen van de heer Sakkers, de marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse. Het gaat over een bericht dat Nijmegen voor Palestijn, de mensen uit Israël, de wandelaars uit Israël moet ik zeggen, en de militairen uit Israël verzoeken de stad te verlaten en niet deel te nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan de heer Sakkers hier nog een extra reactie op vragen. Nou ja, over de veronderstelling dat er Israëlische militairen de Vierdaagse zouden lopen, ben ik eigenlijk al duidelijk geweest. Sinds 1965 zijn er geen Israëlische militairen meer in de Vierdaagse, ook dit jaar niet. En ten aanzien van een aantal wandelaars, een zeer klein aantal wandelaars, wat de Israëlische nationaliteit heeft, daarvan bevestig ik dat die inderdaad deelnemen aan de Vierdaagse, zoals ze dat al heel veel jaren doen. Dus in dat opzicht is er voor mij eigenlijk helemaal niets bijzonders aan de hand. En ik hoop dat die mensen, net als die andere 47.000, met heel veel plezier de komende week dat wandelfeest kunnen meemaken. Maar snapt u de bezorgdheid van sommige wandelaars dat ze toch denken van oeh, gaat er wel of gaat er niet iets gebeuren? Ik snap dat, maar we hebben daar nauw overleg met de burgemeester, met de veiligheidsdiensten. En ik denk dat dat ook genoeg is om dat op dit moment te verzekeren dat die alert zijn. Ja, want tenslotte leven in A in een vrije land. Men mag zeggen wat men denkt en vindt. En punt B,
U heeft ook in uw standpunt van de Vierdaagse een reglement opgenomen dat geen politieke steedheden naar buiten gebracht mogen worden. Dus ik denk dat het toch heel logisch is dat gewoon iedereen mee mag doen met een wandeltocht. Jazeker, en daar blijf ik ook volledig achter staan. En niet in de laatste plaats door te vermelden dat we juist bij de Vierdaagse de kernwaarden van vriendschap, verbroedering en veiligheid en vrede willen uitdragen. En dat blijf ik doen. Oké, dank u wel. Ja, Frank, we hebben je net gevolgd. Je hebt net je startkaart gehaald, je hebt je bandje. Je hebt een biertje gehaald, want nu kunnen we nog lekker samen een biertje drinken. Want jij komt op Oefeld, op plaatsje in de gemeente Land van Kuik. En je loopt voor de tweede keer mee. Zeker. Je bent nu zeg maar een oude vak, want wat heb je geleerd van vorig jaar? Vooral doorgaan. Het klinkt een beetje oudbollig, maar links en rechts van elkaar zaten. En dat komt vanzelf goed. Ja. Dus vooral lekker genieten van alles. Je wordt meegedragen door het publiek. En aan het einde van de rit, toch dat kruisje. Ja. Geweldig. Ja, en op één been, sorry, maar kun je niet staan. Dus ik moet minimaal voor de tweede keer de finish halen. Ja, maar dan heb je ook wel de medaille met het bekende kruisje erop. Hè. Het kroontje, waar iedereen toch over gaat. Zeker. Daar gaan we in ieder geval voor. Het liefste wil ik nog wel die vijfde of die zesde halen. Maar dan zien we dan wel echt. Eerst maar eens nummer 2 binnenhalen. Heb je veel geoefend? Ik heb dit jaar iets minder geoefend dan vorig jaar. Vorig jaar had ik rond 800 kilometer gelopen. En dit jaar 5500. Meer dan genoeg. Ik zou zeggen, proost. Op de vierde dag staat hij ook voor jou klaar. De gele gouden rakker. En de rest van de dagen gaan we jou volgen. En de kijkers kunnen dat meemaken. Want elke dag maken wij een vierdaagse journaal. En vrijdag zijn we live op radio en tv vanaf 7 uur 's ochtends tot 's middags 3 uur. Ik zeg genieten. Ja hoor, en wel kijken. Denk eraan. Ik wens alle wandelaars, aan de mensen die meedoen aan de Vierdaagse, maar bijzonder de mensen uit Land van Kuik, heel veel succes met 4 dagen wandelen, maar vooral heel veel plezier. Geniet ervan en geniet vooral van de doorkomst in het Land van Kuik. Beste wandelaars van de Vierdaagse uit het Land van Kuik. Ik wens jullie namens de Stichting Vierdaagse Feest Kuik heel veel wandelplezier en heel veel goede kilometers. En ik hoop jullie de vrijdag van de Vierdaagse hier op de Maaskade te kunnen ontvangen met een geweldig feest hier op weg naar de Via Gladiola. Ook namens Omroep Land van Kuik veel succes. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door open dealer Jetten Kuik.